De eerste ontwikkelsessie is in volle gang en team Engels en moderne vreemde talen nemen ons mee in wat zij aan het doen zijn. Vandaag is het de tweede dag van onze ontwikkelsessie. We kijken even terug wat we gisteren allemaal hebben gedaan. Gisteren zijn we begonnen met het maken van onze visie en hebben we bekeken welke onderdelen van belang zijn. Mariska, wat vond jij van gisteren en wat heeft het je opgebracht? Nou, wat ik vooral heel erg tof vond om te merken was dat het team zoveel passie heeft voor onderwijs. En dat we een heel groot hart hebben voor de leerlingen. We zijn bezig met de kerndoelen, eindtermen, maar de weg ernaartoe die is aan de docent. Hoe wil je daar komen? Dat is aan jullie. Nou, vandaag gaan we hiermee verder. Wat hoop je vandaag te brengen? Nou, ik hoop eigenlijk dat we vandaag nog beter beeld krijgen wat de visie is van ons ontwikkelteam Engels, Moderne, Vreemde Talen. We hopen ook heel veel input te krijgen van docenten, van leerlingen, van ouders. Om zo echt recht te doen aan het onderwijs van heel Nederland. Iedereen is druk bezig met het bekijken van de verschillende buitenlandse curricula. En ik ga hier even bij een groepje vragen wat ze aan het doen zijn. Nou, wij zijn het curriculum van British Columbia aan het bestuderen. En wij lezen nu de tekst door en kijken wat ons opvalt. En wat we heel belangrijk vinden om ook mee te nemen voor het curriculum wat wij zelf gaan schrijven. Oké, en wat is jou het meeste opgevallen uit de tekst? Waar je denkt, daar kunnen we iets mee in Nederland? Nou, ik vond het heel mooi hoe het uitgelegd wordt wat het belang van talen is. En het belang van de educated citizen. Super. Nou, succes nog met het verder doorzoeken. Dankjewel. Hou natuurlijk onze site in de gaten, curriculum.nu. Daar komen de voorlopige resultaten op te staan. Voorlopig omdat jouw mening telt. Dus geef je feedback, geef je mening en dan kunnen de teams daar weer mee aan de slag.